Het was geen mooie beursdag vandaag. De index weer onder de 460 punten. ASML, grootste daler sinds de eerste verliesdag sinds dagen eigenlijk. Kijk, dit is de intraday van vandaag. En we zien ook de schuldigen daaraan. Want het tijdstip waarop de beurs naar beneden gaat, ja, dat is het moment dat Mario Draghi van de Europese Centrale Bank gaat spreken. En die had eigenlijk voor beleggers in ieder geval geen mooi verhaal. Draghi moest vandaag flink in de verdediging, want zijn opkoopbeleid oogst veel kritiek. Presentatrice Eliane Kuipers was vandaag bij de persconferentie. We hoopten allemaal dat Draghi met een oplossing zou komen vandaag voor het probleem dat hij heeft. Hij koopt namelijk zoveel obligaties op. Op dit moment heeft hij al voor een biljoen euro opgekocht. Dat er in de toekomst te weinig obligaties over zijn die hij nog kan kopen. Eerder vanochtend sprak ik daarover met Claire Jones, Draghi Watcher, ECB Watcher van de Financial Times. En dit is haar analyse daarover. There are issues about a scarcity of government bonds that the ECB can buy. What we've seen in bond markets is the prices have really gone up. There's been a rush into the safer government bonds for countries such as the Netherlands and also German government bonds. The issue is that the Bundesbank, which is Germany's central bank, may find it difficult to find enough German bonds to buy for quantitative easing sometime early next year, probably. Een probleem in wording dus. En daarom vroeg een collega Draghi op de persconferentie of hij overweegt om zijn eigen regels voor het opkopen van obligaties wat te verruimen. Hij mag nu maximaal bijvoorbeeld een derde van alle obligaties van een land opkopen. Nou, hij zou die regels natuurlijk wat losser kunnen laten. En dan komen er veel meer obligaties in aanmerking voor hem om te kopen. Maar daar wil hij volstrekt niet aan. En toen stelde ik hem deze vraag. Mr. Draghi, a lot of people hope that you consider the option of buying stocks, or even hope you consider the option of helicopter money. Do you so? And if not, do you rule that out? We haven't discussed either, so I can't answer the first question other than say that we've not discussed them. Maar dat is niet het enige probleem dat Draghi heeft. Hij heeft dus inmiddels al voor een biljoen euro aan obligaties opgekocht. Hij heeft de rente verlaagd tot min 0,4%. En nog steeds bevindt die inflatie zich in de verste verte niet op dat niveau van bijna 2% waar hij hem wil hebben. Dus klinkt de roep steeds luider van veel economen of Draghi die doelstelling niet eens los moet laten, of in ieder geval iets losser moet laten. Hij maakte vandaag een zeer besliste indruk op mij op de persconferentie. Hij zei, we moeten daar dat niveau van 2%, dat is absoluut waar ik naartoe wil. Sterker nog, ik heb ook het mandaat van de politiek om dat te doen. Politieke leiders verlangen dat. En dus, zegt hij, ga ik tot maart 2017 door met het opkopen van obligaties, maar ga ik ook daarna nog door als dat nodig is. Hij was zeer beslist. Hij zei, we moeten naar dat niveau toe, whatever it takes. En dat betekent voor ons dat de rente nog lange tijd laag zal blijven. Voor wie een huis koopt is dat natuurlijk heel goed nieuws, want de hypotheekrente is heel erg laag. Maar voor iedereen met spaargeld is het weer heel slecht nieuws, want die spaarrente is historisch laag. En voor wie heel veel spaargeld heeft, meer dan een miljoen, die moet zo nu en dan al betalen op dit moment om te mogen sparen. Ik vroeg aan Draghi wat zijn vooruitzichten zijn voor de kleine spaarder. Can you guarantee that for the average consumer the interest rate will remain positive? Thank you. The average consumer is actually the one who's now being the main actor in the recovery. This recovery is based, and that's why it's firmer, more robust than other recoveries we've seen in the past. It's based on consumption. Domestic consumption, differently from past recoveries that were based more on exports, and then as soon as external conditions did change, they waned. So that's important, and of course the drivers of this recovery remain our very accommodative monetary policy. We in fact observe a continuation of growth in real disposable income, which of course feeds into consumption. The still relatively low oil prices, and what looks like a slightly more expansionary fiscal policy.